Op 10 november 1944 werden 50.000 mannen uit Rotterdam en Schiedam opgepakt voor de arbeidseinsats. De mannen werden verzameld in de Kuip en daarna op transport gezet naar fabrieken en werkkampen in Duitsland. Een ingrijpende gebeurtenis voor velen die vreemd genoeg lange tijd niet herdacht is. Het is een weggestopte gebeurtenis in de geschiedenis van de stad, in de geschiedenis van Nederland, omdat heel veel mensen zich daarvoor schamen. Met het gevoel van, ik heb gewerkt voor de vijand. Ik heb daarmee bijgedragen aan het in stand houden van de oorlog. Dat is niet wat er aan de orde is. Deze mensen zijn werkelijk slachtoffer geweest van de oorlog. Ook in het Feyenoordstadion was er tot vandaag niets meer dat herinnert aan wat er 66 jaar geleden plaatsvond. Dat viel ook onze verslaggever Ron van der Ree op tijdens de herdenking vorig jaar. Wij merken op dat in de Kuip zelf niets herinnert aan de gebeurtenissen. Terwijl de generatie die het kan navertellen langzaam maar zeker afscheid van het leven neemt. De bijeenkomst gisteren zou wel eens de laatste kunnen zijn. Zou een herinneringsplaquette op zijn plaats zijn? De verdiensten van de plaquette die behoort toe aan uw collega Ron van der Ree. Die vorig jaar, voordat wij hier de 10 november zouden gedenken, aan mij vroeg of er in het stadion een herkenningsplekje was. Nou, daar moest ik het antwoord op schuldig blijven. Maar eigenlijk heeft hij bij mij iets wakker gemaakt wat vandaag onthuld wordt. Het gedenkteken wordt deze week nog opgehangen in de hal aan de Olympiazijde van het stadion. Ik heb de plaquette heel even mogen zien en met de tekst en zo ben ik daar erg tevreden over. En dan op zo'nzelfde plek waar toch in ieder geval een paar duizend mannen in afwachting stonden van hun transport. En als dan zo'n klein dingetje daar komt te hangen, nou, vind ik passend.